westelijke correspondenten en filmers zich in Oost-Berlijn in de tijd voor kerstmis vrij mochten bewegen, was reeds een teken voor de op handen zijnde ontspanning. En daardoor kon het ook gebeuren dat de aflossing van de wacht bij het eregedenkteken op Unter den Linden zonder enige moeilijkheid gefilmd kon worden. Op de Alexanderplatz konden de kooplieden de vraag naar kerstbomen wel aan. Kerstbomen voor een socialistisch kerstfeest. Opvallend zijn nog steeds de overal aangebrachte propagandaleuzen. De traditionele Berlijnse kerstmarkt heeft nog altijd het karakter van een grote kermis. In de stad zag men talrijke militaire verlofgangers, de Russische bontmuts op het hoofd. En op vragen antwoordde jong en oud dat men naar het weerzien met familie verlangde. Dat mijn tante rüberkomen kan. Weihnachten samen te feiern, want dat is ja maar een familiefeest. Dat familiefeest werd ondanks de muur voor honderdduizenden Berlijners een realiteit. In het westen van de stad moest men weliswaar in de rij gaan staan, maar men had er graag koude voeten voor over om in een van de speciaal ingerichte bureaus bij postbeambten van de Duitse Democratische Republiek een vergunning te halen die de mogelijkheid bood om de familie aan de andere zijde van de muur na 2 jaar scheiding weer te ontmoeten. En men bekommerde zich niet om de mogelijke politieke consequenties. Aan de doorlaatposten bleken de Oost-Duitse douanebeambten over het algemeen nogal soepel. Dat in deze dagen een 18-jarige jongen die wilde vluchten door de Oost-Duitse politie werd doodgeschoten, wierp een trieste schaduw over de vreugde van de West-Berlijners die zich nu al afvragen of ze opnieuw 2 jaar op een weerzien moeten wachten.